De aanvraag voor een e-ID-kaart voor ID-plichtige burgers is vandaag gestart. Van de 42 bureaus voor burgerszaken, BVB's, landelijk, zijn 14 volledig aangesloten op het e-ID-systeem. Het Centraal Bureau voor Burgerszaken, CBB, doet er alles aan om de BVB's die nog niet voorzien zijn van het e-ID-systeem binnen afzienbare tijd te voorzien, zegt Valerie Vinci, hoofd van de afdeling Identiteit van CBB. Het gaat hierbij om de BVB's Flora, Combe, Quatta, Lelydorp, La Vigilancia, Meerzorg, Groningen, Nieuw-Nikeri, Henaar, Quarantijn, Friendship, Albina, Brokopondo Centrum en Atjoni. De ID-plichtige burgers van de overige BVB's worden middels een afgebakende lijst verwezen naar een van de 14 BVB's. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht.